straks gaan we hem winnen, jongen. Straks gaan we hem winnen. Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video. Deze video is een betaalde promotie en is gesponsord door EA. Want vandaag spelen we Apex Legends, die net is uitgekomen op de Nintendo Switch. En ik heb wel weer zin om even een lekkere shooter te spelen. En als jij daar nou ook zin in hebt, dan is dat super chill, want Apex Legends is gewoon gratis te downloaden in de e-shop. En als je vrienden hebt die het bijvoorbeeld op de PlayStation of de Xbox of de PC spelen, dan is het ook nog heel relaxed, want deze game bevat gewoon crossplay. Dus dan kan je gewoon lekker samen spelen met je vrienden die een andere console hebben dan jij. Dus laten we snel kijken of dit een legendarische game is. Ben jij ook legendarisch? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Let's go! Ik zal starten met uit te leggen welke characters er goed zijn voor beginners. Dus voor noobs, zoals jij! Ja jongen, ik ben gewoon een beginner. Ik heb nog maar een paar potjes gespeeld, man. Laat me met rust. Weet je wat een goede rol zou zijn voor jou, Piet? Nee. Die van granaat. Wee! Anyway, characters die goed zijn voor beginners. En dan start ik met deze baas, Gibraltar. Gibraltar heeft namelijk een schild, zoals je ziet, als je richt. En hij kan zijn teammaten beschermen met deze ability. We kunnen ook even zijn ult checken. Als je een granaat gooit, dan komt daar een gigantische mortier strike, zo te zien. Laat maar zien. 1, 2, 3. Dan hebben we Lifeline en dit is een ultieme healer. Lifeline heeft namelijk een drone waarmee je je teammates en jezelf kan healen. Zelfs als ze down zijn. Want als ze down zijn, dan revive je dus je teammates. Dus Lifeline wil je eigenlijk ook wel in je team hebben. En dan de derde en dat is Bangalore. Ik kan het niet echt laten zien, maar als ik geraakt word, dan begin ik sneller te sprinten. Wat super chill is, want dan kan je gewoon lekker snel wegrennen. En een beetje schuilen of zo. En als eerste ability heeft zij een rookgordijn. Dus dat is ook wel relaxed. En de gouden tip voor alle spelers is... blijf bij elkaar. Laten we gewoon gaan kijken hoe het gaat in een potje op de Nintendo Switch. Mijn maatje heeft de Lifeline gekozen, dus ik ga dan voor Gibraltar. En de derde teammate gaat voor Bloodhound. Ja, en het belangrijkste is dus dat we proberen om bij elkaar te blijven. Dus ik ga gewoon de Jumpmaster volgen. Eens even kijken waar hij naartoe moet. Hij kan aangeven waar hij naartoe wil. Hij wil daar graag naartoe. Nou, dan gaan we denk ik daar naartoe. Iedereen gaat daar naartoe, dus ik hoop wel dat we een beetje naar een plekje gaan waar het een klein beetje rustig is, want anders dan ga ik gelijk helemaal naar zijn malle moer. Dus even kijken of de enemies zijn. Ik zie niet echt enemies hier op het dak. Dus dat zou chill zijn. Ik zie hier wat loot. Let's get some loot. Kijk, ik heb gelijk wel een schildje, dus dat is super chill. Dus even kijken waar de rest is. Eentje loopt daar naartoe. Ik heb nog geen wapen, dus ik hoop dat ik snel een wapen kan vinden, want anders ben ik gelijk kapot. Ik heb hier in ieder geval een wapen. Ik heb een wapen. Het is niet een heel goed wapen. Het is volgens mij de slechtste wapen in de game. De Mozambique. Oké, zit hier wat nuttigs in? Ja, kijk, hier zit een ander wapentje in. Super chill. Oké, er zijn enemies gevonden. Daar zijn enemies gevonden. In de loods. Willen we erop afgaan? Ik blijf een beetje bij... bij wie moet ik eigenlijk blijven? Moet ik bij hier blijven of moet ik bij die andere blijven? Ik ga bij die andere blijven. Ik ga bij Nico blijven. Let's go, Nico. Let's do this, vriend. Hij heeft blijkbaar iemand gezien. Hij is iemand aan het kapotmaken. Lekker Nico. Nico heeft ook een snipertje of zo te zien. Ik ga een klein beetje omlopen. Ik ga even hier naartoe. Ik ga even kijken. Waar is die? Waar is die? Oh, daar wordt geschoten? Ja, hier. Hier. Enemy. Maak hem kapot. Ik heb iemand. Ik had iemand, denk ik. Soort van. Ik weet niet of ik de kill had, maar ik had hem wel. Ik denk dat hij hem had. Ik denk niet dat ik hem had. Ik ga in ieder geval even de Mozambique inruilen voor een automatisch... Nou, voor de triple take misschien. Dit is volgens mij wel een aardig wapentje. Let's go. Oh, hier ligt allemaal ammo. Dat bedoelt hij. Ah, oké. Okay, ammo, thanks. Dankjewel. Oké, let's go. Ik heb helemaal geen ammo voor dit ding. Dat is lastig. Kan ik dit ammo pakken? Is dit het goede ammo? Ja, dit is wel goed ammo. Hier zit nog wat ammo in. Daar heb ik niks aan. Hier zit nog misschien wel wat in. Hier heb ik wel wat aan. Ja, kijk. Lekker, oké. Okay. Dus ik heb groene ammo nodig of blauwe ammo nodig. Zoals je kan zien daaronder bij het wapen. Dit is een beetje blauw-paarsig ammo. Dit is rood ammo voor shotguns. Dat heb ik dus niet nodig. Ik ga jullie gewoon als een beginner proberen mee te nemen in deze game. Terwijl ik ook bij mijn maatjes blijf. Want Nico die kan het wel. Die snapt het volgens mij wel. Dus ik blijf lekker bij Nico. En ik hoop dat de rest ook gezellig bij Nico blijft. Ik denk dat we moeten gaan rennen. Hij is in ieder geval wel aardig aan het rennen. Laten we hem gewoon even volgen. Dus even kijken, waar ga je naartoe? Ik zie hier nog wel een medkit. Wat op zich wel goed kan zijn. En het is dan de bedoeling dat we die kant op lopen, zoals je linksboven ziet op de map. Terwijl even, denk ik, hier heel goed kijken of hier geen enemies zijn. Dit is zo'n grote open plek. Ik moet wel zeggen, dat was wel lekkere teamwork net met die kills. We sloten hem in vanaf drie verschillende kanten, dus dat is echt heel relaxed. Ik hoor echt superveel geschiet om me heen, jongens. En ze zitten allemaal hier ergens links, hier achter volgens mij. Kijk, wij zijn hier lekker met z'n drietjes.
Helemaal top. En we zitten nu zo'n beetje in de cirkel, dus dat is ook nice. We zijn lekker goed op tijd. En iets nieuws in dit seizoen van Apex Legends zijn de Ring Flares. En dat zijn die rode dingen die je hier op de map ziet. Daar moet je dus eigenlijk niet inlopen, want als je erin loopt, dan krijg je damage. Dus ik denk dat het slim is om daar lekker een beetje langs te lopen. Ik zie een gevecht, jongen. Oh shit, Nico heeft alweer gepakt, jongen. Hij heeft hem gewoon alweer, joh. Wat een gek. Die gekke Nico, jongen, die pakt iedereen. Ik blijf in de buurt van Nico. Nico, die snapt hoe dit spel werkt. Oh, trouwens, wat ook nieuw is aan deze Switch-versie, is dat je nu ook gyro-controls hebt. Dus dat kennen jullie wel van andere games. Dus dat je niet per se met de thumbsticks hoeft te richten, maar je kan gewoon je controle draaien om te richten. Dus dat is ook super lekker. Als je daarvan houdt tenminste. Ik denk dat het wel goed kan werken in Apex Legends eigenlijk. Oké, ik voel me hier niet veilig, jongens. Ik weet het niet, maar ik voel me hier absoluut niet veilig. Nico, waar ben je? Oké, jij wacht daar. Nico is aan het wachten tot er mensen richting de rand van de cirkel komen. Dat is natuurlijk een tactiek die je kan gebruiken. Gewoon lekker een beetje rand van de cirkel. En dan wachten tot er mensen op het laatste moment weer de cirkel in willen gaan. Kijk, Nico die heeft weer enemies gezien, jongens. Daar zo boven, zie je? Ja, ik zie ze ook. Ik zie ze ook. Gaan we schieten? Oké. We gaan schieten. Ik raakte volgens mij wel iemand. Het was, ik weet niet of ik hem echt goed geraakt heb. Nico raakte hem in ieder geval wel. Ik kan hier even een schild neergooien. Alleen het is moeilijk om een beetje door mijn schild heen te kijken, moet ik zeggen. Daar zie ik wel iemand. Ja, ja, dat was een lekkere hit. Oh, de cirkel. Oh, wat? Oh, wat? Ik ga rennen. Ik ga rennen. Ik weet niet wat dat was. Maar dat zag er niet goed uit. Hier zijn ook battles gaande. Oh, shit. Pak hem! Met zijn legendary schild. Volgens mij hebben we hem, of niet? We hebben hem. Ja, we hebben hem. Of hij is weggerend. Dat kan ook. Ja, ik moet gewoon dicht bij die Nico blijven, want die snapt gewoon hoe het spel werkt. Oké, daar is ook iemand gepinkt. Oh shit, iemand is dood. Ah, daar is de enemy. Ik ga mijn ult erop gooien. Ik ga mijn ult erop gooien en ik ga mijn schild weer aanzetten. Nee, ik probeer het, maar het lukt niet. Ah, ik ben nog noob, jongens. Maar ik raak hem wel, kom op. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Hij is down. Lekker. Oké, toppie. Ik moet nu echt heel goed healen. Ik moet nu echt even mijn schildje gebruiken. Ja, nice. En als het goed is, heb ik ook een health kit. Ja, deze. Lekker. Oké. Het ging allemaal maar net goed, maar het is goed gegaan. Ik moet nu eigenlijk weer op zoek naar nieuwe loot. Ik hoop dat iemand een medkit bij zich heeft of zo. Ja, kijk, hij heeft een goed Evo shield. Nice. Nu heb ik ook een paar schildje. Lekker. Oké, we gaan best goed als team. Dit is best wel een lekker potje. Zolang we gewoon maar bij Nico blijven, dan moet het goed komen. Oké, we moeten dus uitkijken voor die ring flare daar. Nico die neemt weer lekker de leiding. Die zegt, kom, we gaan die kant op. Ik vind het helemaal goed. Je hebt geen fall damage, dus je kan gewoon lekker van de cliffs afvallen. Nico, let's go, jongen. Samen gaan we dit doen. Ja, laten we wel een beetje via de zijkant gaan. Er zijn nog 6 squads over en nog 15 spelers. Dus we maken oprecht gewoon een goede kans volgens mij. Als ze dit een beetje weten te overleven allemaal, dan zou dit best wel lekker kunnen gaan. Daar schijnt weer wat loot te liggen. Let's go. Ik ben super enthousiast. Het is zo leuk als dit soort games goed gaan. En ik vind het ook leuk dat ik gewoon iemand gekilled heb. Oh ja, ik heb die shield cell nodig. Top. Oké, nice. Hier zijn nog meer shield cells. Ik ga er ook weer eentje van deze meenemen. Nice. We zijn redelijk goed beschermd. Ik hoor iemand. Daar, achter ons, guys. Lekker. Die hebben we ook te pakken. Heerlijk. Maak hem kapot. Nice. Nico is ook aan het battelen daar. Oh, wat? Wat? Hier gooit een granaatje. Oh, we moeten wel uitkijken trouwens. Oh, Nico, wat ben je aan het doen? Waar is Nico? Nico is hier. Nico is aan het battelen. Oh. Volgens mij hebben we ze, jongens. Lekker bezig. Er zijn nog 4 squads over. En 10 mensen. Ja, hij denkt toch dat er nog iemand daar is, volgens mij, die Nico. Oh, er is een kistje hier nog. Want de Bangalore is hier kapot gegaan. Dan kunnen we even ammo pakken, zo. Heel nice. Oh, wat gaan we lekker. Ah! Nico gooit even een health drone. Oh, ik moet trouwens wel even nog schild gebruiken. Let's go. Even mijn schild weer vol zien te krijgen. Ja, top. Nico, rustig aan, vriend. Er zijn nog 3 squads over. We weten niet hoeveel spelers, blijkbaar. Oh, straks gaan we hem winnen, jongen. Oké, we moeten wel uitkijken voor de ring flares. Die zomaar opeens ergens kunnen opduiken. Ah, we spelen dit wel goed samen, hoor, jongens. En dit is het, hè. Als je teamwork doet in Apex Legends, dan kan je zo serieus gewoon heel ver komen. Oké, er zijn enemies gespot. Daarachter. Nico wil ze sowieso gaan pakken. Even kijken hoor. Ik zie niks. Waar zijn ze dan? Oh, daarachter. Ik zag er daarachter een.
Daar. Ja, nice. Die is down. Er was die hierachter nog één trouwens. Misschien dat ik een granaat kan gooien hierachter. Eens even kijken, eens even kijken. Ik ga hier naar boven. Ik ga hier boven kijken waar die is. Waar is die? Ik zie hem niet. Oh, daarachter. Daarachter, ja, daarachter, daarachter, daarachter. Pak hem, jongens. Pak hem. Pak hem. Switchen. Wapenswitch. Pak hem, Nico. Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Ah, ik ga dood, ik ben dood. Nee! Oh, dit hadden we echt kunnen winnen. Ik sprong blijkbaar voor iemands hoofd. Kom op hier, kom op hier, kom op hier. Pak hem. Pak hem. No! No! Ik ga dood. Ik had geen erg in de ring. Oh, nee! We hadden hem zo bijna. We gingen zo lekker, maar ik was net te gierig voor die kill. Oh, ik had gewoon geduld moeten hebben. Maar dit was wel een lekker potje, jongens. Kijk, zoals je ziet, we hebben het best wel goed gedaan. 15 minuten gewoon overleefd. 2 kills, 1 assist, 2 knocks. Nico ging natuurlijk weer heel lekker. Oh... bijna al de eerste win te pakken. Maar iets geduldiger moeten we zijn. In ieder geval heb je kunnen zien dat Apex Legends gewoon heel erg lekker draait op de Nintendo Switch. Ik ben er blij mee. Ik ga sowieso nog wat meer potjes spelen. En als je dat wil zien, volg me op twitch.tv/Rikachu. Want de komende dagen komt daar veel Apex Legends, jongens. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon op Twitch of bij de volgende video. Mazzel!